Deelnemers startvrij. Voor de laatste van vandaag. Het weer heb je niet altijd in de hand, maar verder een prachtige paasmeeting hier op de Alkmaar Zieturf Arena. We sluiten af met de CA de Grootgroepreis zonder paard nummer 8, Lois Lane. En de 7 overgebleven paarden die gaan op dit moment achter de startauto. Vrij open, licht favoriet, paard nummer 3, Love Is All met Jim Velpen. Nog 100 meter. 50 meter nog. En de start is gevallen, paarden onderweg en een bliksemstart in het midden van de baan voor Love Is All. Maar ook Kin Fanatic rijdt mee en zo gaan de paarden dan de eerste bocht opzoeken. Maar het is daar dat Love Is All doordrukt en de leiding overneemt. Op de tweede plaats hebben we dan aan de binnenzijde die King Fanatic. Daarachter komt dan aan de buitenzijde door een galoppade trouwens in vierde stelling voor Lou Diamond. Komt door Marco Spin met zijn Karin. Uitgeschakeld nummer 1 galop. Dat zijn de eerste drie als de verre linkerbocht bereikt is en het veld is gereduceerd tot 6. Allemaal achter elkaar deze 6 paarden en Love Is All die leidt de dans, heeft een lengte. Op de tweede plaats erachter is er dan King Fanatic en die King Fanatic die wordt dan gevolgd door Karin op de derde plaats. Achter Karin hebben we dan met aansluiting zo te zien Hilto de Bertransje en die wordt dan weer gevolgd door de laatste twee, Liberty Twico en Keizer Peboco. Dat zijn de paarden die daarachter nog meegaan en we gaan nog 2 rondes afleggen. Met Love Is All. Heeft een lengte. En ja, de plassen zijn hevig hoor. Daar in het binnenste spoor. Tweede plaats erachter dan King Fanatic. En achter King Fanatic hebben we dan Karin. En die Karin wordt gevolgd door Hilto de Bertransje. Daarachter dan zo te zien Liberty Twico. En die heeft nog 1 paard voor zich. En dat is Keizer Peboco. Goed, alle 6e paarden nog achter elkaar en Kees Hetteling junior. Hij acht de tijd rijp om misschien wel de betere grond te zoeken en zijn Liberty Twico in stelling te brengen. Want die komt aan de buitenzijde nu serieus het veld voorbij. Een paard met een 14 tijd in de benen op Wolvega komt in het buitenste spoor naar voren. Maar vooraan wordt er absoluut niet gewacht en heeft zelfs Marco Spin grote plannen. Want hij brengt zijn Karin nu naar het tweede spoor. Goed, paarden komen in de rechte lijn voor de tribune. Deze plas wordt inderdaad even vakkundig omzeild door de koploper Jim Velpen met zijn nummer 3 Love Is All. Love Is All, Karin, binnenzijde dan nog altijd die King Fanatic. En daarachter dan aan de buitenkant Liberty Twico. En de laatste twee, dat zijn de Canariekleuren. Aan de binnenzijde Hilto de Bertransje en op de laatste plaats Keizer Peboco. Paarden gaan nog 1 keer door de Green Arts Production bocht. De geweldige hoofdsponsor van vandaag. En het is aan de binnenzijde nog altijd die nummer 3. Love Is All. Maar Karin vecht voor wat ze waard is vandaag. En die komt toch serieus in de aanval. En deze twee paarden lopen er nu een straatlengte in naar de rest. En het is nog helemaal niet bepaald wie dit gaat winnen. Maar Jim Velpen lijkt de zaken nog aardig onder controle te hebben met zijn Love Is All. Love Is All heeft de leiding aan de buitenzijde Karin. Maar die Karin die moet nu passen. En Love Is All die pakt weer een gezonde voorsprong. Het wordt een lengte, het worden er 1,5, het worden er 2. En dan is hij weer, Jim Velpen, terug in vorm. Het zal hem goed doen, beentje de lucht in, moet kunnen. De 3 voor de 4, de 2 en de 7. En dat is voorlopig.